Dag lieve mensen, welkom bij Jacqueline Wexler Coaching. Ik moest even wennen, want ik heb mijn naam gewoon gewijzigd in mijn eigen naam. En we gaan het even kijken wat bij de tweelingzielen speelt, bij de echte tweelingzielen. Koffiekop, meeting and talking. Jullie gaan elkaar dus ontmoeten. Met koffie, met wijn, wat het ook is, mag allemaal. Building a friendship, talking, jullie gaan kletsen met elkaar. En jullie gaan in ieder geval luisteren ook naar elkaar. Hè? Er komen berichten, jullie gaan elkaar ontmoeten. Want ja, koffie drink je natuurlijk niet online. En ook alles wat intens was, gaan jullie ook loslaten. En door dat praten ga je dus ook meer dingen kunnen loslaten. En alles wat jullie tegenhoudt of heeft gehouden, ga je dus echt veranderen. Je gaat ontvangen wat je wenst. Je gaat ook samen een stap zetten. Moving on. Jullie gaan dus samen dat schip besturen, als het ware. En ook alles wat daar niet goed was. Ik heb het gevoel niet zozeer backstabbing, maar meer de heartbreak en pain. Dat wordt opgeruimd. Daar gaat het zwaar doorheen. Het is klaar. Het is goed geweest. Weet je? De moeilijke stukken, die worden nu gewoon opgeschoond. Seduction. Ja, dat hoef ik niet uit te leggen. Hè? Dat zie je zelf. Attraction, teasing, hooking up en date. Third party, temptation. En ja, die third party, die wordt gewoon uitgeroeid. Heel simpel. Mocht die er nog zijn, hè? Dat hoeft natuurlijk niet. Want ik heb ook het gevoel dat als die persoon komt, daar is verder niemand die die daar nog bij zit. Die persoon komt pas als dat klaar is. Voor zijn gevoel. Zijn, haar gevoel. Maar in de energie los. Het hoeft niet eens uit. Dat is er al los. Misschien is dat in de energie nog nodig. Weet ik niet. Hoeft niet. Hè? Dat hoeft niet. Holy Grail. Code. Receive the gift. Jullie krijgen het geschenk. Het geschenk van de Heilige Graal. Dus de overvloed gaat stromen. En dan de generator. Staying grounded. Jullie gaan wel heel erg aarden met z'n twee. Dus echt in die verbinding. Die wordt aards. Dat is ook wat ik voel. Hè? Die wordt aards. En jullie hebben compassie met elkaar. Het hoge hartchakra. Dat is ook belangrijk. Kijk, jullie zijn twee individuen. Die ander ziet het zo en die ander ziet het zo. En de een is misschien wat voorzichtiger met andere mensen. De ander zou misschien zeggen, kap met die handen. Zo ben ik, hè. Ik ben zo, kan er niks aan doen. Ik ben daar heel snel klaar mee. Transformation. Dus er komt een transformatie. Jullie gaan misschien, het zou fijn zijn als je van elkaar wat leert. Daarin, in dit stuk. Dat jij wat zachter wordt, die ander wat meer knallen nog. Dat kan. Maar als het erop aankomt, jullie twee zijn het belangrijkste. Twin Flame Facilitator. Expansive Growth. Jullie gaan echt heel erg groeien. Jullie gaan ook naar binnen keren. Ik heb ook het gevoel dat jullie echt de tijd even voor elkaar nemen. Want dat is ook belangrijk. Hè? Dat je echt gaat zeggen van, weet je, wij zijn nu belangrijk. Nu zijn wij aan de beurt. Dat heeft misschien heel lang geduurd voordat je dat kon zeggen. Maar als jullie dat dadelijk gaan zeggen, dan is het ook gewoon een hele poos klaar. Hè? Dan heb je ook zoiets van, nu zijn wij aan de beurt. Nu is het onze tijd. En nu gaan we genieten. En dan zien we daarna wel, zie je daarna wel van, ja, zo gaan we het doen. Zo gaan we naar de buitenwereld ons werk doen. Hè? Want je hebt natuurlijk een taak als tweelingzielen. Dus dan kan het dus zijn dat je dus echt nog die taak gaat aanpakken. En dat mag je dan daarna doen. Maar eerst even tijd voor jezelf. Of voor jullie zelf. Samen. 2 is 1. Dan illusions. Be aware of love's illusions secretly clear. See reality clearly. Dat is dus ook wat ik gisteren zei. En net in die video nog. Dus die illusies die mogen weg. Je mag een nieuw adventure waits. Love is coming. Be ready. Dus als jij gewoon klaar bent, en dan is het goed, ja. Be aware of illusions. Dus sommigen zitten misschien nog in het stukje. Nee, hoor ik, het is het waarschuwen voor datgene wat ik in die andere video heb opgenomen. Keep the sparks flying, surprise each other with gestures of love.
Dus jullie gaan elkaar verrassen met sprankelingen van liefde. En er komt romance. Romantic surprises are on the horizon. Be open for them. Nou, hoe open kun je zijn, hè? Attraction. You are attracting the right person at the right time in your life. Dus iemand die de ware voor je is, gaat gewoon komen. Dat is gewoon zo. Dat staat te gebeuren. Ik ga eens even tarot erbij pakken. Wat mag ik zien voor de Divine Masculine en Feminine samen? Oké. Positivity, hope, spiritual healing. Dus er gaat samen gaan jullie de rest helen, weet je. En vaak is dat zo, dat je het, wat moet je dan helen? Is er nog iets te helen? Of is het alleen maar even dankbaar zijn dat je elkaar blijft kunt vasthouden? En dat dat de heling is. Want ik heb niet het gevoel dat jullie zijn al heel. Maar dat je de tijd die je apart was, was natuurlijk niet fijn. En dat mag even weer, dat mag los. En Four of Pentacles, holding on. Dus waar je dus misschien nog aan vasthoudt. Vier van de Pentakels. Kan dus zijn dat je nog iets mag vasthouden. Maar dat je ook nu elkaar vast kan houden. Hè? Dat het wel positief bedoeld is. Want dat voel ik wel. En er gaat balans komen. Change of perspective. Self-sacrifice. Jullie gaan de dingen anders bekijken. Jullie gaan de dingen anders zien. En even kijken wat er nog meer mag gebeuren. High Priestess. Dus er komt veranderingen. Er komt innerlijk weten. Jullie weten het gewoon. De Zes van Pentakels. Er komt nu eens een keer eindelijk een uitwisseling van gelijk geven en nemen. Ja, dus dat. En Page of Wands. Er komt een nieuw begin. Met een nieuwe energie. Dus alles gaat eens op een andere manier stromen dan je nu gewend bent. Wat ook belangrijk is natuurlijk, hè. En er komt de Vier van Zwaarden, Healing Retreat. Dus jullie gaan toch je even terugtrekken uit de wereld. Uit de huidige realiteit. Want misschien gaan jullie samen nog ergens naartoe. Of dat jullie gewoon tijd verbrengen met elkaar. Dat kan. Maar Ten of Cups, Happy Ending, Family Love. Dus er komt gewoon een happy end. En dat gaan jullie samen creëren. Dus er zijn natuurlijk ook tweelingzielen die wel samenkomen. En er zijn er ook bij, die worden nu wakker en hebben dus in een roes geleefd, in een illusie geleefd, van hier tot ginder. En dat is belangrijk dat je daaruit wakker wordt, want dan kun je dus echt iets nieuws creëren tijdens de magische nachten die komen. Van 23 december tot en met 6 januari zijn die. En dan moet je zorgen dat je hele frequentie zo hoog mogelijk is. Dat jij zo hoog mogelijk jouw frequentie hebt. Zodat je datgene ook kunt aantrekken wat je graag wenst. En dat je de juiste woorden gebruikt die nodig zijn om dat ook aan te trekken. Want sommigen gebruiken dan hele woorden die dus niet oké zijn. Zoals willen en ik hoop en dat is allemaal niks. Dat gaan niet worden. Dan ga je niet dat krijgen wat je wenst hoor. Dan ga je echt niet dat krijgen wat je wenst. Dus, en dat is in ieder geval wat ik jullie mee kan geven. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne avond. En dan spreek ik jullie snel. Of ik maak een video, of wat dan ook. Ik ga weer eens een paar kaartjes leggen op mijn nieuwe pagina, trouwens. Dus dan ga ik die omdraaien. En ik denk dat ik dat vandaag ga doen. Dus er komen vandaag, 12:12, kaartjes op mijn pagina, niet om mijn pagina, jawel op de pagina ook, maar op mijn nieuwe Facebook account, waar je me dus ook kunt toevoegen. Dan zal ik dus nu, vanaf nu, eigenlijk wat meer delen over kaartleggingen, et cetera. En dus ook kaartjes, 1, 2, 3, wat je kunt uitzoeken, wat ik vroeger deed. Ik ga dat niet iedere dag doen, ik ga dat ook niet iedere week doen, als ik er zin in heb. Dus ik ben niet iemand die zich graag laat vastleggen aan iets qua werk. Ik wil zo flexibel mogelijk zijn, want daarom heb ik ook gekozen nu voor de producten van Modair erbij te doen, om social marketeer te worden, omdat ik wens te werken zo flexibel mogelijk in mijn eigen tijd die ik kies. En ja, dat is een verdienmodel, dat is gewoon fantastisch om in ieder geval bij je werk
naast je werk gewoon een extraatje kunnen verdienen. Of natuurlijk fulltime doen. Dat kan ook. Het gaat erom, ja, ik kan je dat leren. Dus als je daar interesse in hebt, laat me weten. Maar dat is, ja, je kunt daar mensen gewoon bij helpen. Dat ze hun eigen, ja, financiën aan toevoegen, aanvullen. Noem maar allemaal op. Als je zegt van ik wil eens een keer met de kinderen ergens extra naartoe, maar dat gaat niet. Ja, dan is dit gewoon hartstikke fijn. Dat je dus, en dat is, zo zie ik dat, dat je gewoon mensen kunt helpen, ook als ik het hier vertel. Ik kan je daarbij helpen en dit is aan jou. Goed, dankjewel voor het kijken en tot snel weer. Doei doei!